Yo mensen, mijn naam is Amber. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ook al is het er echt al super lang niet meer geweest, behalve een map part of muziekvideo. Ja, oké, nou, hallo, ik ben dus weer terug. Ik ben in Star Stable. Woehoe. We hebben allemaal nieuwe missies en ik heb echt geen idee wat we allemaal hebben. Oké, dit zijn weer die stomme missies van de paardenmarkt. Voor het Pinterest. Oh, wacht. Oh, dat is die getim. Oh. Maar die is elke keer hetzelfde. Die gaan we in ieder geval niet doen. Knusheidsfactor. Op het voor het Pinterest. Ik denk dat dit dan die lichtjes zijn, zeg maar, op het strand. Die wil ik eigenlijk wel doen. En we hebben nog een uitnodiging van de druïde. Oh, nee. En Vara de reiziger. Oké, wauw, dit is echt heel erg, want ik weet eigenlijk gewoon... Dus nu hebben we twee missies. Oh mijn god. Oh, sorry, ik heb het nieuws wel gelezen of zo, maar niet heel erg. Wauw, proheid. Niet heel erg. Ja, ik heb niet heel erg het nieuws gelezen, maar ik heb het gedaan. Ja, oké, sorry. We gaan naar Verpinten toe. Ach, waarom? Nou ja, oké. Ik heb geen flauw idee wat die Vara de reiziger is. Want ik weet, er staat wel veel... Het betekent dat dan dat daar Justin Morland... Ik heb echt geen idee, oh my god. Sorry, ik ben echt heel erg... Oh ja, de nieuwe trailers. Oh, wacht, die kende ik al. Oeps. Oh. Oh my god, are you kidding me? Altijd als ik dit wil... Dan... dan lukt het niet. En als ik dan een keer gewoon in opname zit of zo... Dan denk ik zo van... Hé, laat ik even lekker irritant gaan doen. Nee, sorry, ik ga niet in je club. Ik zit vast. Ik denk trouwens dat al deze drie missies te lang worden. Dus of het worden twee delen, ligt er een beetje aan hoe lang die in totaal duurt. Of ik ga gewoon een andere video een keer verder doen. Ik moet namelijk toch meer let's plays gaan maken. Omdat ik alleen maar maps in iets heb en ik weet ook niet wat ik anders kan doen. Ja, een serie, maar daar heb ik gewoon niet genoeg tijd voor. Of zin voor. Wauw, zin voor. Wat een mooi Nederlands. Mooi genederlands, Amber. Ja. Wat? Spirit is er nog steeds? Dit is gewoon erg. Hoe kan... Oké. Ik wil... Het is leuk voor de mensen die hem nog steeds niet gevonden hadden. Nu kunnen... Wacht eens even. Nu kunnen volgens mij de non-starwaarders hem ook kopen. Want hij was zo... Wow. Sorry. Dat is echt heel erg. Maar ik zie opeens dat ik gewoon 1257 starcoins heb. Dat is een nieuw record. Want die heb ik allemaal gespaard. En meestal... Oh mijn god. En meestal ben ik niet zo goed in sparen en koop ik meteen een paard. Oeps. Maar dat boeit me niks. Waar? Oh, daar. Die tip ga ik een andere keer wel doen. Hallo mens. Wow, ze heeft een beetje van het kleding. Oké, nou maar. Krijgen we ook kleding voor deze quest? Ik heb echt geen idee. Ja, het boeit me niet wat je allemaal zegt. Laat deze Chinese lantaarn los door naar een soortgelijke lantaarn te gaan. Oké, wauw. Wat een missie, jongens. Woehoe. Maar het is niet avond. Oh, nee, hè. Maar dat is echt stom, bedenk ik me net. Oh, nee. Het is wel vakantie. Dus aan de ene kant zou ik foto's of iets kunnen maken of een video. Maar daar heb ik niet zo heel veel aan. Want ik moet morgen vroeg op. Jee. Oh, serieus? Dit is de hele missie? Oh my god. Heb ik hiervoor mijn Jorvik shillings verspeeld? Omdat ik gewoon naar Verpinterstrand wilde. Oh jee. Oké, nou ja. Het zij zo. Waarom zeggen we eigenlijk het zij zo? Ik bedoel, het zei zo. Dus het sprak. En hij zei, of zij zei, het sprak. En het zei zo. Wauw, oké. Zo, ik vind het echt raar. Ik heb te lang niet meer een video gemaakt. En nu ben ik een beetje in praatbui. Wat aan de ene kant interessanter is dan alleen maar stiltes. Ah, nee, ik zit in dit paard. Die ben ik helemaal vergeten te kopen. Nee. Door Ponykamp ben ik helemaal vergeten dat ik voor Ponykamp nog het... Nee, nu heb ik het magische paard niet. Ik heb alleen nu die Shire versie.
Nou, ik had nog de rode duivel willen kopen. Dan was zijn bijnaam Duveltje, dat weet ik nog van de vorige keer. Toen wilde ik die super graag, maar ik had niet genoeg geld. Dat is zo erg. Oh mijn god, dit is echt heel erg. Nou ja. Maakt ook niet uit. Er komt vast ooit nog een kans als ik dan überhaupt nog Star Stable speel. Jemig. Oh hier. Ik ben zo pro. Ik heb het al iets te lang niet meer gespeeld. Maar ik weet niet hoeveel mensen deze Let's Plays kijken. Volgens mij best wel weinig. Maar I don't care. Kunnen jullie toevallig in de reacties zetten wat voor video's jullie op mijn kanaal willen zien? Want ik heb gewoon echt geen idee meer. En ja. Alleen maar maps zijn volgens mij ook niet heel erg leuk. Hebben ze andere gevonden? Zeg alsjeblieft van wel. Ik weet het niet. Maar het zou niet zo gek zijn deze van het moment dat Lisa is gered en de druide erop gebrand. Erop gebrand. Ah, om haar te vinden. Oké. Weet je wat dit betekent? Nee, dat weet ik niet. Zo, we zijn eindelijk weer samen. Oh, wacht. Dat is chill. Ze willen ook dat Justin erbij is. En Lisa, het is misschien een goed idee dat je naar Morland rijdt en hem ophaalt. Je hebt hem tenslotte gered. Yeah. Jongens, de bel gaat. Is dat mijn broer die aan de deur staat? Of is dat mijn broer die de deur opent? Hij heeft no idea. Als ze het nog een keer aanbellen, dan ga ik er snel heen. Oké. Volgens mij is er iemand binnen. Ja, oké. Mijn broer is beneden. Mooi zo. Morgen. Ik sorry, maar echt mijn Jorvik-shillingen gaan er echt aan vandaag. Ik ben gewoon veel te lui om te rijden. In het echt is het anders, maar in een spelletje ben ik gewoon veel te lui. Aan de ene kant heb ik eigenlijk ook wel zin om een ander spel op mijn kanaal te gaan spelen. Daar ben ik momenteel nog niet verslaafd. Oké, een beetje. Ik weet het niet. Die vind ik momenteel gewoon heel erg leuk. En ik weet niet of jullie het leuk vinden. En, ja, daar heb ik niks aan. I know that. Jongens, waarom zijn Justin en zijn vader, ik bedoel Thomas, verdwenen? Ah! Oké, mijn paard ging opeens vliegen. What? Oké, vraag anderen in Morat. Sorry, ik heb altijd zo'n hekel aan deze missie. Wow, we kunnen nu zelfs met deze gozer praten. Ik zag ze niet weggaan, misschien kun je niet meer redden van het pulverzaagste zijn. Zij is een vroege vogel. Oh, ik echt niet. Ik ben echt een avondmens. Ik bedoel, ik ga laat naar. Oké, ik weet eigenlijk niet waar ik dit doe. Oké, ik ben echt zo iemand die dan echt gewoon 12 uur naar bed toe gaat als het niet later is. En dan slaap ik uit tot 11 uur, 12 uur. Oh, ik had gewoon meteen naar de Loretta toe moeten gaan. Nee, ik wil geen. In de steek! Oh, iets te hard doorgeklikt. Nou, oké, boeit me trouwens ook niet. Waarom zou ik jou nou vertrouwen? Bobcats zijn trouw aan elkaar, omdat het lot van Jorvik eraan hangt. Nee, want dat is een geheim en dat mag ik niet vertellen. Om het armbandje te geven, nou ja, niet op die manier hier. Oh nee, dit is verkeerd. Vertel me nou gewoon. Ja. Maar ik vind die anderen allemaal super onlogisch. Want ik bedoel, ja, oké, die snap ik niet. Omdat het lot van Jorvik er afhangt. Ja, ik moet het als geheim houden volgens mij. Dus het lijkt me ook dat ik dat moet zeggen. Dit is gewoon dom. Ja, dit is maar gewoon. Maar ik vind het zo onlogisch. Want ik vind het allemaal onlogisch klinken. Want oh, dit is sowieso dom. Oh! Yep, compleet in de vriendzone. Als. Ik heb zo de neiging om dit te zeggen. Ik ga het zeggen. Ah, ik had een leuke reactie verwacht. Oh, taarthol! Oh, nee, dat zei ik niet. Oké. Okay. Yep, compleet in de vriendzone.
Ah! Oh, yes. Ik dacht al. Ik dacht dat ik weer gefaald had. Keer naar het fort. Pinta? Ja, maar jij mag. Waarom was ik niet eerst naar die andere missie gegaan? Dan zou ik nu bij dat strand uitkomen en dan zou ik nu, zeg maar, ja, je snapt het wel. Oeh. Maar ik had het hier trouwens net. Hé, hey, dat heb. Oh. Wee, wat? Hey, dit is nieuw. Oké, op zich vind ik het ding veel mooier. Maar dit houtkleur is gewoon anders. En dat was eerst tenminste hetzelfde. Dat vind ik wel jammer. Waarom staat. Oh, wacht, is natuurlijk. Ah, lol. Ik dacht even dat dat paard zo'n paard uit deze stallen was. Oh mijn god, ze hebben hem iets te goed veranderd. Oh, sorry. Oké. Wow, het valt me nu op wat zie je ook letterlijk zo'n stang hebben wat te eten en zo'n deurtje waar wij uit. Oké, sorry, ik vind het leuk gemaakt. Oké. Ford Pinta. Maar goed, de game die ik dus zou willen spelen. Omdat ik het zelf nogal leuk vind. Ik weet eigenlijk niet waarom ik het spel leuk vind. Hij is ook helemaal in het Engels. En ik heb. Ja. Laat mij raar zijn. Ja, dat dus. Ik heb dat spel echt al. Niet al. Wauw, ik heb het spel best wel kort. Maar ik vind het tot nu toe super leuk. Ben er niet heel pro in of zo. Weet maar niet uit. Ja. Dat maakt niet uit, zeg maar. Wauw, ik kom echt uit mijn woorden vandaag. Echt gewoon niet. Oh mijn god, are you kidding me, spel? Maar goed, het spel heet Skyrim. En ik vind dat je allerlei leuke dingetjes kan doen. Ik bedoel, ja. Het doel is eigenlijk gewoon missies en zo. En Skyrim redden uiteindelijk. Ja, wauw. Nee, de boot naar Zuiderhoef. No, die boot vertrekt net. Ik had het kunnen redden als ik niet zo'n sukkel was geweest die niet normaal kan springen. Zo, we zijn er. Sorry. Ging even een beetje fout. Oké. Wat moeten we hier in vrede doen? Oh, we moeten hier rennen. Je vraagt je af en toe. Ik kan echt niet snel hardop lezen. In mijn hoofd lezen gaat zoveel sneller. Is dit heerlijk? Hey, viscake is online. Oké, sorry. Ik voel me best wel vriendloos. Ik heb niet zo heel erg veel vrienden. Ook al heb ik dat puur gedaan. Omdat ik toch opnieuw op een andere server zit. Maakt me niet uit. Oké. Ja, ik heb geen idee wat hij zei. Het boeit me niet. Rijden naar de hut van de kluizenaar. No, is al dat zo ver. Beter komt er ooit gewoon even een huifkar. Maar die vooral. Kan ik hier naar beneden? Oh, wacht. Nee. Oh, het gaat fout. Gaat fout. Gaat fout. Gaat fout. Oh, ik heb zo zin om een welsje te kopen. Oh, mijn god. Ik wil namelijk echt al moker lange wels. Ik ben nu echt te erg in verleiding. Oh, nee. Ik weet het echt niet. Ik wil namelijk echt al super lange wels. Je bent best cute. Die witte is ook cute. Die witte wilde ik eerst kopen omdat ik een verzorgpony als witte wel zou krijgen. Alleen ja, dat is eigenlijk niet doorgegaan. Nou ja. Het zij zo. En deze vind ik echt gewoon totaal niet iets voor mij. Deze grijze vind ik wel leuk. Ik heb er nu al drie. Oh hell no, ik moet echt stoppen nu. En deze vind ik op zich wel ook wel leuk. En die zwarte niet. Want ik vind het geen zwart. En ik vind het een beetje een draak. Ja, logica. En deze vind ik ook wel leuk. Nou, ik vind het zoveel leuk. Ik vind vier welsjes leuk. Wacht, ik had toch goed de twee. Drie, vier, vijf welsjes leuk. Ja, maar jemig. Ik weet niet of ik wel vier welsjes zou kopen. Ik denk dat ik door blijf sparen tot de 2000. I don't care. Goed zo. Hup, mee naar huis toe, jij. Ga naar de kust bij de boerderij en luister naar Vin Justin. Wacht, wat? Oh, zo. Verder ben ik heel pro. Ja, oké, ik weet waar die is. I get it. Ik ga gewoon lekker makkelijk via hier. En als dat niet. Boot?
Boot, boot, boot! Sorry. Ik heb hoop dat we dan naar een nieuwe plek kunnen. Nou ja, als je met magie bent gehersenspoeld en op een vliegend paard bent, dat is eigenlijk niet zo gek als het druïden ook echt bestaan. Wacht, wat zijn gehersenspoeld? Ik vind Justin trouwens zo oud lijken. Ik bedoel, come on. Hij lijkt toch niet een tiener zoals wij? Tenminste, als Loretta. I don't know, want Loretta zit heet te zeiken dat ik niet van Justin af moet blijven. Maar als ik zoveel jonger ben, wat de heck moet ik dan met Justin? Oké, het zal wel. I don't care. Het boeit me niet. Ik wil het niet zien. Het boeit me niet. Sorry. Ik vind het gewoon veel te veel gepraat. Plan van de kluizenaar. Ga naar de kust en praat met Justin over de wilde. Oh, ik hou van de wilde paardjes. Oh, nu ik daaraan denk, hè. In de tijd dat ik op ponykamp was, zijn mijn ouders naar weet ik veel waar even een paar dagjes weg geweest. Toen zijn ze wilde paarden tegengekomen. Ik ben zo jaloers op ze. Ik had ze zo graag eentje willen proberen te aaien. Of op zijn minst iets willen doen, weet je. En dan, nou, het waren zulke mooie paardjes. Ik zou niet weten wat voor soort. Daar ben ik echt prutser in. Maar ja, nou. Ik ben jaloers. Ik vind dat echt gewoon niet eerlijk hoor. Het waren echt zulke mooie beesten. En ik had er zo graag in willen aaien. Want precies op ponykamp vertelde een meisje mij ook. Iets over wilde paarden en daar uitgezet zijn en weet ik veel. En dat ze een beetje tam zijn. En het kwam allemaal best bekend voor van wat zij, de plek waar zij het over had. En ik had het gevoel dat mijn ouders daar geweest waren. Dus ik ben nu echt super jaloers. En dan had ik ze super graag willen aaien. Nou, vind ik zo gemeen. Had mijn vader foto's gemaakt en zo. En dan, nou, ik was jaloers. Gingen ze gewoon, nou, wil ik er ook heen. Maar ze zeggen dat ze er op de terugweg niet waren. En dat kan dus betekenen dat ik er dan voor niks heen ga. En dan moet ik heel veel fietsen. En ik ben nogal lui en dat is niet chill. Sorry, ik ben echt heel erg, I know. La la, jump, 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 jump. Jump, jump, tidum, tidum, tidum. Oké, sorry. Ik word een beetje gek. Ik kan gewoon echt niet tegen stiltes in een opname. Echt heel erg. En ik heb niemand om tegen te praten, dus ga ik maar tegen jullie praten. Wauw, logica, daarvoor neem ik een video op. Oh mijn god, dit had ik ook willen doen. Ik had dan zo graag bij die paarden op de grond willen zitten. En dan kijken of ze naar mij toe zouden komen. Dat had ik zo graag willen doen. Ik zweer, dat had echt iets wat ik graag had willen doen. Zo'n wildpaard naar me toe komen. Nou, nu ben ik alleen maar jaloerser. Nou. Oké, niet dat mijn ouders er naartoe zijn gegaan of zo. Het zou waarschijnlijk ook dom afgelopen zijn. Ik heb ook wel eens een video gezien. Dat wielrenners, of weet ik veel, fietsers in elk geval. Dus wilde paarden gingen aaien. En die beet toen volop. En die beesten kunnen goed bijten, joh. Oh. Dus ik denk ook niet dat mijn ouders dat moeten doen, want zij kunnen niet, zij kennen de lichaamstaal van het paard niet. Ik ben er ook niet pro in of zo, maar ik zou denk ik nog iets verder kunnen komen dan zij. Oeh, daar naartoe. Nee. Oeh, mijn god, gaat goed. Easy. Wat? Oké. Oh, een stuk van wat Justin hier opeens staat. Ah, ik ken het. Oké, okay, I don't care. Oftewel, bel de paardentaxi en ga met de PT naar daartoe. Ja, oké. Okay. Oké, okay, wow, ik pak echt even een deken. Sorry, ik heb het echt koud.
Ik ben echt heel erg momenteel. Oh mijn god. Kutteken. Oh nee, kersteken. Sorry. Dat is van Ponykamp. We mochten niet schelden, want dan moesten we nog helemaal extra klusjes doen. En we hadden elke dag ook weer vee. Dus daar wilden we zeg maar niet nog meer bij. Toen hadden een paar kinderen woorden bedacht in plaats van een scheldwoord. En dat, ja. En in plaats van kut zeggen we nu kers. Prachtig. Het is gewoon, ja. En ook allemaal rare woordjes, maar die ga ik jullie allemaal niet vertellen, want dat staat echt helemaal nergens op. Ik snap ook niet hoe ze er überhaupt ooit bij gekomen zijn. Oh god, dit is ook niet slim. Oké, nou ja. Ja, ik heb nu even mijn draad van mijn headset. Die heb ik nu onder mijn deken door. En dat is best wel dom. Maar goed, het maakt niet uit. Nu heb ik het tenminste niet meer koud. Ik ga proberen vanaf nu letterlijk kerst te gebruiken als scheldwoord. Ik laat voor kut. Dit is echt heel erg. Het gaat me nooit lukken. Maar ik scheld gewoon te veel. Het zit echt helemaal in mijn systeem, zeg maar. Het is niet normaal. Ik vind die trailers nog steeds cool. Gewoon cool. Alleen, nu moet ze de auto nog veranderen. Ik bedoel, zie hoe pixel dit is. Ik vind dit is wel echt pixel. En dit is dan zo mooi glad. Gewoon, oké, ook niet wel een beetje. Als je het vergelijkt met dat, is dit echt veel beter. Oh, dit is echt erg. Ik zie overal paarden te koop staan. Nu wil ik echt super graag een paard kopen, maar ik moet me sterk houden. Het moet mij lukken. Wat ga je nou remmen, op beest? Huh. Ik ben niet moe of zo. Op Ponykamp hadden we echt niet veel te weinig slaap of zo. Nee. Waar zijn we bezig? Yes, ik heb mezelf er doorheen geloodst. Ik ben dan gewoon echt in zo iemand die dan echt gewoon dat soort dingen gewoon echt niet kan. Maar ja. Ik speel Star Stable toch bijna nooit meer. Dat is wel waar. Echt gewoon puur voor mijn video's. En ik had nu gewoon zin om een keer een Let's Play te maken. Ik weet niet eens meer hoeveelste dit is. Oh mijn god, dat is echt erg. Ik heb echt... Oh mijn god, ik heb gewoon te lang geen Let's Play meer gemaakt. Ik vind mijn stem een beetje schor klinken soms. Dat is niet chill. Nou, niet schor, maar ook niet helemaal lekker. Deze mist eigenlijk al bijna afgelopen. Volgens mij neem ik namelijk al eventjes op. Ik denk dat ik eigenlijk zo in een video van Skyrim op ga nemen. Gewoon puur omdat ik het zo leuk vind. Nee, hier staat ze. Oké, nu ik deze fjord zo zie... Fjord, oh mijn god, hoor mij zeggen. Sorry, ik heb mijn Ponykamp alleen maar op een fjord gereden. Maar... nu ik deze Fries zo zie, dan denk ik echt zo van, wow, dit is ook een best leuke Fries. Oké, het zal wel. Ik ga verder. Oké. Auw. Verder ben ik geen prutsel of zo. Wat ik al zei, ik heb dit al zo niet meer gespeeld. Ik ben gewoon veel beter in Skyrim. En dat zeg ik niet vaak, want ik ben daar ook wel slecht in. Maar ik heb dat nu gewoon een paar dagen gespeeld. En daardoor... Nou, een paar dagen natuurlijk niet. Ik was een Ponykamp. Maar een paar dagen daarvoor heb ik dat natuurlijk gespeeld. En nu ben ik die sturing... Oké, de sturing is hetzelfde, maar je loopt anders. Naar het heilige bos. Ik weet zelf niet eens waar het heilige bos is. Hier zag ik dat mens staan. Hi, Farah. Iels is een lelijk gezicht. Praat met Farah, maar ik krijg er niet eens XP voor. Oh. Wat kan ik hier kopen? Kleding. Die wel het best is. Hebben we het ook weer een nieuwe Rider 5 broek?
Are you kidding me? Niet eens. Ik ga dus echt geen 87 starcoins betalen voor een niet rijden vijfbroek. Überhaupt niet voor kleding dat groen is. Ik heb wel groen kleding, OMG. Maar het heilige bos. Dit is toch geen heilig bos? Oeh. Ik kan dit niet meer. X. Maar god, volgens mij ga ik hem hebben. Ik denk serieus dat ik hem ga hebben. Tijd en ruimte komen samen. Alles is rustig, altijd in beweging. Ik zou het niet. Alles is rustig en toch is alles in beweging. Ik wil naar dat gebied toe. Gaat dit gebied ooit open? Ik meen het, man. Ik vind het echt niet eerlijk. Ik vind het zo erg gewoon. Als ik ook gewoon hier naar kijk, moet dit gewoon de Gouden Heuvelvallei zijn. En daar is zeg maar ook zo'n pad met allemaal gebroken spullen. Gesproken brug en zo. En daar kan je ook niet langs. Ik denk echt dat dit is. Maar dat is raar, want je kan niet vanaf een gewone wereld naar een magische plek zonder het portaal, vind ik. Oh mijn god, hier zijn allemaal sterren. Dat wist ik helemaal niet. Oh, dat is echt chill voor opnemen. Oké, sorry. Wacht. Maar je kan ook zo'n glitch doen. Dat je als je met je mens dan zeg maar hier naartoe gaat. En dan weet ik veel wat doet. Dat je dan. Ja, ik weet niet hoe die glitch gaat. Maar uiteindelijk krijg je dan zeg maar hoe het hier is. Krijg je dan effect. Als je. Ja. Wauw, logica. Misschien krijg je er ook wel de nacht. Dat zou echt chill zijn. Dat je er voor het vluchtige hier hebt gebracht. Oh, dat zou ik echt zeggen. Waarom ben ik aan het debatteren met de pratende eekhoorn? Wat ben ik? Waarschijnlijk zou ik het woord debatteren dan niet gebruiken. Maar ik denk wel dat ik zoiets zou zeggen. Of wel, hey! Of zei je nou hè? Ik weet het niet meer. Ik wil ook zo'n cool Soul Rider paard. Ik bedoel, kom op. Deze zijn toch super swag? Ik wil Starshine. Is cool. Oké, okay, eigenlijk zijn ze allemaal wel cool. Maar van, hoe heet dat? Starshine Legacy. Wow, je moet nog steeds uploaden. Okay, sorry. Of heb ik die wel? Nee, volgens mij niet. Ik heb volgens mij niet geüpload. Misschien deel 1. I don't know. Maar goed. Daarbij is het zo cool. Want dan kan je op Starshine rijden. En dat is gewoon cool. En dan kan je ook stijgen of bokken. Ik weet het niet meer. Maar I don't know. Volgens mij kon je daarop bokken. Oké, ik ben hier klaar mee. Maar heel mooi verhaal. Prachtig. Ah, oh, wat leuk. Interessant. Ja. Het is goed te veel gepraat. Wat nu? Oh, wordt vervolgd. Oh, we hebben wel de missies afgerond, jongens. Nou ja, dat was dit dan. Dit was de video. Hoe lang heb ik eigenlijk opgenomen? Even snel checken. 36 minuten. Okay. Hoor nog een paar dingen uitgeknipt. En denk ook dat ik dat gepraat in veel deel eruit ga knippen. En ja, oké. Oké, maar goed. Ik wil wel even een mooi plekje staan. Ik vind het hier mooi. Nou mensen, dit was de video. Bedankt voor het kijken. Vond je het nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En als je het nog niet gedaan hebt, abonneer ook even. Zeg ook alsjeblieft in de comments wat ik nog up kan loaden. Wat ik nog kan uploaden. Ja, oké, wauw. En of ik Skyrim en Starshine Legacy moet uploaden. Of daar ook video's van moet gaan maken of niet. Ja, doe dat maar gewoon. Oké. Doei.